staan hier nu bij Sturemond en we gaan de stuw strijken om het water goed te kunnen afvoeren. Strijken is de hele stuw weghalen, alle schotten, brugdelen, om het water zoveel mogelijk af te voeren. Een stuw is in eerste instantie om de scheepvaart te kunnen laten varen. Je zorgt voor een voldoende waterdiepte. Dat doe je door een dam in de rivier te bouwen. Je kunt je voorstellen, als er heel veel regen aankomt, de Maasische regenrivier, dan wil je het water zo snel mogelijk afvoeren. Dan is diezelfde dam is een probleem en dan haal je die dam weg, zodat het water kan afvoeren naar zee. In de bedienstentaal om zwart kijken we naar de voorspellingen. En met die voorspellingen gaan we een stuw strijken. Deze stuw van Roermond heeft een specifieke strijkstand. Strijkstand betekent dat we kunnen gaan strijken van ongeveer 1200 kub per seconde. 1200 kub per seconde kun je vergelijken met een Olympisch zwembad wat je in 2 seconden vult. Een stuw strijken gaat door middel van de schotten en de vaste staanders, die noemen we jukken, en de brugdelen te verwijderen. In principe haal je heel de stuw weg en blijft er niks meer staan. We slaan alles op in de schuiverloos. Het gaat via een schema en als dat gebeurd is, is het stuw vrij. Als je de stuw niet strijkt, dan loopt het water aan de bovenzijde te hoog op doordat er een dam in de rivier zit. En dat wil je natuurlijk niet, dat wil je voorkomen. Dus dan haal je de dam weg.